Hallo en welkom terug bij Pinto Power met mij, Victor Pinto. Wie heb ik aan de lijn? Met Ronald. Hey Ronald, weet jij misschien het antwoord? Morgan Freeman. Bijna goed, ik snap waar die vandaan komt. Maar helaas, ik moet deze pot met geld weggeven. Ik bedoel, anders neem ik hem zelf mee naar huis. Zou ik je dolgraag willen hoor. Ik bedoel, mijn baas kan me redelijk wat dat betreft. Maar het liefst geef ik hem natuurlijk aan jullie weg. Heb ik nog iemand aan de lijn? Ja, dus ik kan jou redelijk. Nou, ik weet goed met je gemaakt. Na de show pak je je spullen en je bent ontslagen. Nee, ik vind het hartstikke leuk om nu in de horeca te werken. Het is vooral het sociale aspect ervan. Het werken met en voor andere mensen. Als ober ben je toch verantwoordelijk voor het slagen van een avondje uit. Wat dat betreft is het eigenlijk helemaal niet anders dan mijn vorige werk. Ik vind het eigenlijk hartstikke lekker om mezelf een vrije tijd te hebben. Ik bedoel, ik ben zo ongelooflijk druk geweest de afgelopen periode. Deze fanmail ligt hier echt al maanden. Het is toch heel belangrijk om contact te houden met je fanbase. Want ja, stilstand is wel achteruitgang wat dat betreft. Hij is loyaal, je kan met hem lachen, je kan op hem bouwen, je kan hem bellen als je in de put zit. Berg energie. Vroeger, iedere avond in de studio, gekkenhuis. Hij heeft altijd goede ideeën. Ja, ik snap toch wel heel erg dat sommige mensen hem een enorme zak vinden. Windows Playhouse. Een revolutie in het Nederlandse televisielandschap. Je draait aan het rad. Nou, dan heb je bijvoorbeeld geel. Nou, dan moet je dobbelen. Je gooit. Dan heb je bijvoorbeeld 1. Nou, dan ben je dood, helaas. Maar dat we daar even niet vanuit gaan nu. Dat is een regel die een beetje lastig is om uit te leggen op dit moment. Je dobbelt. 6. Ben je ook dood. Stel dat die dan door mogen van de jury. Dan moet je dus onder water boggle spelen. Je merkt nu al een beetje dat het een soort van... mega blubber power race voor volwassenen moet gaan worden. Maar ook wel leuk voor kinderen. Met grof geweld. Ik zal niet ontkennen dat ik fouten heb gemaakt. Maar fouten maken is des mens. Ja, en ik vind dat iedereen gewoon een tweede kans verdient. Ja, en deze jongen gaat mij mijn tweede kans geven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Victor, ik snap er echt geen reet van. Dat slaat helemaal nergens op. Heel simpel gezegd, wil je hier nou in investeren of niet? Het is toch godverdomme ook niet te filmen, hè? Iedere dag sta ik hier tegenover die kutcamera de grootste mogelijke onzin te verkondigen. Zonder dat er ook maar één hond in het land kijkt. En die ene keer dat ik een klein beetje over de schreef ga, is mijn baas aan het kijken. Jezus Christus! Nee, mijn dom godverdomme, mee ook. Ja, financieel ben ik er wel een stuk op achteruit gegaan, maar ja, hoe belangrijk is geld nou eigenlijk? Ik bedoel, wat geef ik nou uit iedere maand? Ik heb geen koophuis, ik heb geen relatie, ik heb geen kind. Telefoonrekening en een verzekering, dat is wat ik iedere maand moet betalen. Nou, dat lukt me nog wel hoor. Hoi man. Ja, wel goed. Man, het is een beetje gênant om te vragen, maar... 38, 73, 61, dank je wel man. Pinto Power. Mijn broer zei dat altijd. Pinto Power. Er zijn eens van die momenten dat ik hem heel erg mis. Gewoon dat jullie me even kan bellen. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet meer. Helemaal mijn broer. Heb je hart?
de eerste kandidaat nu. Kandidaat? Ja, we moeten een kandidaat. Oh, ik ga even... Jij kan de eerste kandidaat. Victor.